Yo, what up? Het is je boy Demo en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Punch Out Battles The Judgment. Dit keer gaat het over de 1/8e finale battles die we hebben gehad. Het waren vurige battles. Ik heb vandaag weer 4 toffe juryleden. Tim Beumers hier aan mijn linkerkant. Ik heb Excellent, Kimo en onze gastjurylid dit keer is EZG. En nu op dit moment gaan wij het hebben over de battle van Ramsey tegen Giant. En ik wil eigenlijk gelijk beginnen met het hebben over een, iets waar we het vaker over hebben. Want ik heb het gevoel dat Giant was echt een bar-for-bar battelaar. En Ramsey had echt wat meer opbouw misschien nodig. Kan jij misschien iets daarover vertellen, Kibo? Vond jij dat zeg maar het bar-for-bar van Giant, werkt dat beter, werkt dat slechter, maakt dat niet uit? Ik vond in ieder geval dat hij gewoon weer, wat hij deed, dat hij dat nu weer gewoon nice had neergezet, man. Het was een mooie performance. En ja. Heb je het gevoel dat Ramsey wat meer opbouw nodig had om zeg maar zijn punt duidelijk te maken en dat jij misschien echt zin... Ik heb er niet zo naar gekeken, maar als ik naar mijn blaadje kijk, heb ik meer quotables van Giant geschreven dan Ramsey. Dus hij had in ieder geval een lagere punchline dichtheid. Punchline dichtheid, wow. Love the board. Ja. Ben je het daarmee eens, hè, Tim? Ja, ik vind wel dat Ramsey zich wel echt aangepast aan Giant. Je merkte wel dat hij meer ook in die Giant grapjes ging. Wat is een Giant grapje? Ja, kort en slim. Je hebt geen heenmeters, maar pacemakers. Ja. Je wil gewoon het uur voor de Iftar rijdt naar je huis met een frietkar. Jullie spelen samen een Jalaland party. Okay, en wat vond je eigenlijk van de battle in zijn totaliteit? Ja, leuke battle. Was ik er blij mee, man. Ramsey laat zien dat hij ook weer flexibeler is, al goed is in zijn mannetje staan. En Giant was gewoon weer classic Giant, man. Vandaag weer bewezen dat hij de meest belachelijke dingen kan uitspreken en dat het gewoon leuk is. Jouw horoscoop is snuifduif. Ik ging helemaal stuk. Er is volgens mij ook een moment in de battle dat iemand iets daarover zegt en dat hij zegt, ja, het werkt toch, of zo. Ja, dat was het. Wat ik een super tof moment vond, was dat Giant Wenna ging aanspreken over Ramsey. En dat eerst zei van, met je lul en je stembanden, bla bla bla. Maar van Wenna ben je gewend dat die boos is. Maar Wenna ging helemaal stuk. Ja. Je ging gewoon erin mee, dat ding is zo van, dat stukje over Rijman is laat, van wie is je vader, wie is je moeder? Ja. En dat Wenna gewoon, dat is soort van uit zijn rol van, ik sta hier brak en hij ging net zo stuk. Dus dat vond ik echt gewoon classic battle rap, weet je, gewoon, en ook Ramsey moest erom lachen. Ook Ramsey gooi een paar bars op Giant, waar Giant de keihard om moest lachen. Ik hou ervan als mensen gewoon bars gewoon niet boos worden, maar gewoon keihard te lachen van ja, dat is over mij, dat zijn de beste battles. Ja, zeker weten, man. Ja, man. Zeker. Ja, was echt, Nou hoor ik je zeggen dat je vindt dat Ramsey ook hele goede bars had in deze battle. Nou heb je toch wel gemerkt dat de crowd toch wat minder aan Ramsey's kant was. Ze gingen toch wat meer los voor Giant, zeg maar. Hoe komt dat dan? Waarom? People love Giant. Ja. Het heeft volgens jou echt gewoon met de performance van Giant te maken dat mensen ineens meer willen losgaan op Ramsey. Het is zeg maar, vroeger bijvoorbeeld had je Opgezwollen en had je allemaal optredens en iedereen kwam naar Opgezwollen optreden toe om los te gaan. Dus dan hoefden ze eigenlijk nog niks te doen, zodra het begon dan wou iedereen losgaan. Ja, ongeacht hoe goed het voorprogramma was of whatever, zodra zij kwamen, wou iedereen, als een Giant begint, iedereen wil gewoon lachen. Ja, dus dan is het geval, oké, Giant begint, we gaan lachen, weet je, dat is iets wat hij zelf heeft afgedwongen. Begin je al met de voorsprong. Ja, maar dat heeft hij ook afgedwongen, je weet, hij gaat, en dan kan hij gewoon, je hebt een rimpel fetish, jij bent iemand die senioren catfish. Hoe kom je erop, weet je, en hij levert het dan ook, en daarom kan je gewoon, je kan gewoon gekke, rare shit zeggen, maar hij combineert het met zeg je nou, hij zegt, jouw grappen zijn awkward, jouw geschreven grap in de stilte van een week of 8. Ja. Ja, dat kan ik de neef horen dealen of zo. Ja, zo stil in de crowd, ik kom mijn neef horen dealen, man. Ja, die is sick, man. Het is
Het is een vorm van humor, het rijmt, je snapt het gelijk, maar het verrast je. Weet je, het is gewoon stand-up comedy-achtige punchline rap. Is dit het begin van een discussie over simpel versus ingewikkelde bars? En als je het zo zegt, dan zou dat een begin kunnen zijn. Geen moeite meer? Nee, dat is het geen staan mee. Ik vond het een hele coole battle, man. Fat jokes tegen skinny jokes, voornamelijk. Veel over Koerdistan of zo. Maar wel dingen ook die ik al had gehoord van die grenzen, weet je. Maar echt, Giant is wel iemand, als je hem zo ziet, dan denk je dat het gewoon zo'n gast is van met agressieve shit of zo, boze shit. Maar hij laat zich wel echt lachen. Echt, vind hem echt goed. Okay. En zeg maar de simpelheid van zijn bars versus ingewikkelde bars, wat ook vaak een discussie is. Ja. Ik hou zelf wel meer van echt goede doordachte bars ofzo. Als je het een beetje kan combineren met simpele humoristische dingen, dan ben je echt topper. Het gaat ook om de persoon die het brengt, denk ik hoor. Bij de een past het veel beter. Wat we net eerder hadden gezegd over Poppy, hoor, weet je, als die dan helemaal bar heeft, komt dat het dan juist niet werkt. Dat hangt er ook vanaf wie het doet. En dat is inderdaad waarom hij die gunfactor heeft en die likeable guy is. Want jij zegt, ja, hij komt over. Ik denk eerst van dat is de uitsmijter. Ja. En daarna zie je van, eeuw! Eeuw, Giant! Hij gaat gewoon hele heavy bars en even begint te spitten dat mensen dat ook gewoon voelen. En gewoon geloven of zo. Van, oké, als je dat dan combineert met die jokes die hij heeft. Vond die bar nog eens dat hij zegt, je had één denkbeeldige vriend, maar die chillt nu met killer. Ja, ik ben niet dom, ik snapte in het. Ik snapte in het, maar... Ja, van Killer Cook is toch een beetje een mentor, die wordt toch gestart. Okay, dus die denkbeeldige vriend die al uit die... Ja, dat was het wel wat. En dan dat is ja, je bent dom. Ja, dat was het wel. Excellent, wat vond jij van deze battle? Ja, dope battle, man. Ja, battle die spannend was tot aan het einde, man. Want Ramsey die liet zich niet smoken of zo door Giant. Niet mee eens? Nee, ik moet gewoon lachen, want even de punchlijsten op blaadje nog zo. Giant zei me geen tegen Ramsey, ik laat je met de lolly tussen je binnen twerken tegen de muur. En dat schoot ineens. Nee, ik zag het in één keer hier staan en toen moest ik wel lachen. Dus hij was nog even aan het lezen uit eigen werk. Ja. Oké, maar we waren Ramsey was wat scherper qua techniek. Ramsey is technisch wat scherper in elkaar gezet. Ja. Zijn constructie van zijn... bars. Bar-dichtheid. Ja, niet per se, want Giant stapelt juist punches op elkaar. Dus zijn punchline-dichtheid is juist gewoon heavy wel. Maar Ramsey is gewoon technisch gewoon, de zinsopbouw en de lines, de doordachtheid van zijn lines, is die technisch wat scherper weer. Maar Giant is een beetje, ja, sorry dat ik het weer moet vergelijken, maar hij is de QC van dit seizoen. Ik wou het ook zeggen, Giant is gewoon young QC gewoon. En ik wil hem ook ooit een keer tegen elkaar zien. Ja. Giant en QC, lijkt me fucking awesome. Make it happen, maar waar is hij in? Die laagdrempelige, snel te begrijpen punchlines, weet je? Die het publiek snel snapt. En dat kan soms beter voor je werken dan super complexe dingen die ze pas op YouTube gaan snappen. Okay. En dan denk ik van, oh shit, dat bedoelt hij. Maar wat ik me dan afvraag, zal zo'n soort battelaar altijd winnen van een ingewikkelde battelaar? Nee, hoeft niet per se. Je kan ingewikkeld zijn op een manier dat ze wel wat sneller begrijpen. Maar dan hebben ze wel, dan weegt het ook zwaarder dan. Snap je? Het is niet voor niks ingewikkelder dan technisch geavanceerd. Dat waarderen mensen ook, snap je? Als je mensen iets kan laten hebben van, oh damn man, zo shit. Ondertussen wordt de pizza bezorgd. Erbij. Snap je wat ik bedoel? Als je met ingewikkeldere, doordachtere lines wegen zwaarder, dan krijg je ook meer waardering. Maar het gevaar is, als je te ver daarin gaat, gaat het over mensen hun hoofd heen, dan krijg je helemaal geen reactie. En gaat die boy winnen met die simpele shit die ze gelijk vatten. Het is de perfecte balans vinden in dat. Ik zag Tim wel echt een vies gezicht maken toen jij zei van dat het niet per se hoeft te winnen. Een snitch of zo. Hij keek meer als ik gewoon een dakpoel ook eigenlijk. Ben je het mee eens? Leggen jullie allemaal naar mij kijken? Ja, tuurlijk kijken we naar jou. Ben je het met Excellent eens dat zeg maar dat het niet per se... Ik denk gewoon dat het heel moeilijk is om... Natuurlijk kan je van iemand als Giant winnen, maar zolang Giant zichzelf blijft en op dit niveau steeds iets betere shit doet, zal die altijd goed scoren. En is het aan jou niet specifiek om hem te verslaan, maar om beter te scoren dan hem? En ik denk dat dat moeilijk is met ingewikkeldere bars wanneer je in een setting zoals dit staat. Kijk, als het thuis is, oké, cool. Als je het van thuis kijkt, dan komt er meer voorliefde voor bepaalde shit bij kijken. Voor het publiek als dit scoort dit gewoon veel beter. En niet eens voor het publiek,
Dit is gewoon wat werkt voor het publiek. En ook Giants en shit is ook, het is simpel, maar shit is ook doordacht wel op een bepaalde manier. Hij zegt op een gegeven moment van de elementen lucht, water, aarde, vuur. Jouw shit is drugs, kater, naalden, puur. Weet je toch? Dus er zit echt wel gewoon gelevelde gedachten in. Het is zeg maar simpel, maar wel... Je snapt het entertainen. Je snapt het gelijk, maar er zit ook een skill in. Weet je. Zeker, bij van de dubbel rijm generatie van lucht, water, aarde, vuur. Druk, ja, kamer, man, aarde, puur. Sowieso. I love it. Snuif daar. Heb je nog echt bars waarvan je denkt van oké, deze... Kima heeft er nog twee. Toch? Hij is wel goed in delegeren, zeg maar. Nee, dat is niet afschuiven. Het is meer gewoon het antwoord is ook, het antwoord is nee. Ja, precies. Nee, ik heb er nog wel één. Ik heb er net staan hier. Ja, nee. Nee. Die van Ramsey die aankwam wel bij het publiek. Dus op een gegeven moment zei hij iets van gedraag je als een Jood in Pikland, zoiets. Ja. Ja, maar je hoort bij het, ik krijg het niet verzetsleger. Ja. Ramsey was nice. Je buik raakt je gezicht als je een koprol doet, zei Ramsey. Ramsey was fucking nice, man. Ja. Okay, ACG, heb jij nog bars dat je denkt van, dit heeft me even weggegaan? Nee, want die heb ik net al genoemd en de meeste is al eigenlijk al opgenoemd. Toen zei tegen Ramsey dat hij die boy van Twilight leek, maar dan aan de crack. Ja, precies. Ja. Dat vond ook iedereen wel een soort van... Wat me wel opviel, dat betekent dat heel veel mensen uit het publiek blijkbaar Twilight keken. Dat was wel een soort van ontdaan van... Die valt hier dan op die wereld? Dat is een discussie voor de volgende keer. Nu gaan we het even over de cijfers hebben, denk ik. Kimo, jij mag dit keer als eerste Ramsey tegen Giant de cijfers. Fijn. Ja, ze stonden er alle twee. Ramsey krijgt van mij 7. En ik vond Giant, pakt toch wel iets beter uit. En ik geef hem een 7,5. Een 7,5. Zeker. Oké. Tim, jouw cijfers voor Ramsey tegen Giant. Ramsey 7,8, Giant 8,6. Excellent, jouw cijfers? Ramsey 7,9, Giant 8,5. Oké, is het geen? Ramsey 7,2 en Giant 8. Oké, duidelijk. Dat waren de cijfers. Ik ga even snel berekenen wat het gemiddelde is. Is een 7,4 voor Ramsey en een 8,1 voor Giant. Natuurlijk zijn deze juryleden niet de enige mensen die stemmen. Jullie hebben thuis ook lekker kunnen stemmen. En als je naar punchoutbattles.nl gaat, dan zie jij wie uiteindelijk de winnaar is geweest van deze battle. Ik bedank mijn juryleden Kimo, EZG, Excellent en Tim Beumers. En ik zie jullie bij de volgende punchoutbattles, The Judgment. Je kan goed hoofdrekenen. Mijn naam is Demo, ik ben een baas. Ja, ja. Ja. Kappa. Oh.